De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De huichelachtige farizeeër, die zeer ingenomen was met zichzelf en zich verhief boven alle anderen. Zeker boven zo'n landverrader, zo'n tollenaar. Alleen, de tollenaar in deze gelijkenis, die was anders. Die had het iets beter begrepen. Die wilde leven uit genade. Hij kon maar één zin uitbrengen en dat was: Heer, wees mij de zondaar genadig. Die genade, daar gaat het over in het lied Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Je hoorde dit lied in een schitterende bewerking van Georg Böhm, Duitse componist. Als we terugkijken naar de tweede bewerking die ik zojuist speelde, dan hoor je als het ware de fariseeën pochen. Je hoort dat op de kromhoorn van de rugwerk hier zo achter me. En dan in de onderstem hoor je de tollenaar klagen. En dat speel ik dan op het hoofdwerk van dit prachtige Severijnorgel. Zo hoort je heel goed het verschil tussen aan de ene kant het pochen van de fariseeër en het nederige gebed van de tollenaar.